Aanstaande zaterdag is de finale van de Miss Beauty of Groningen. De 23-jarige Gerlinde van Essen is een van de finalisten. Ze doet dit jaar voor de tweede keer aan deze wedstrijd mee. Wij gingen een dagje met haar mee om te zien hoe ze zich voorbereidt. In de picture staan is en blijft voor mij best wel spannend, maar ook heel leuk. Je leert je eigen grenzen net een stapje erover te gaan, jezelf net een stapje te verbeteren. En je doet alleen maar nieuwe dingen die je anders nooit zou doen. Is that you, baby? Yeah. Het leuke aan Miss Beauty of Groningen vind ik de gezelligheid met de meiden, de workshops en de trainingen die je krijgt vanuit de organisatie. Om jezelf beter te leren presenteren. Om je zelfvertrouwen net even wat meer te geven. We hebben verschillende workshops tijdens de training. Voornamelijk over de presentatie van jezelf. Hoe je jezelf showt en hoe je op de rest overkomt. Je krijgt een mediatraining. Je gaat leren over poseren voor de camera. En we gaan oefenen voor de dans. Elke show heeft een openingsdans. Ik heb iets om je te vertellen. Oh, wat? Iedereen denkt dat het uiterlijke het belangrijkste is, maar dat is niet zo. Want het gaat er ook om dat je wat te zeggen hebt. Dat je weet wat je wil en dat je gewoon verstand hebt. Dat je brains hebt. Het is niet alleen mooi lopen en mooi eruit zien. Het is zeker meer. Zelf ook heel veel dingen voor de verkiezing. Om jezelf beter te leren te presenteren, ga je bijvoorbeeld fotoshoots doen. Bijvoorbeeld een item opnemen met een lokale radiozender of een tv-zender. Het leuke is gewoon dat je jezelf laat zien en dat je over je eigen grenzen heen gaat. I wanna see you tonight. Hier heb je voor de rest van je leven zoveel aan. Je leert deze dingen die je later in het leven gaat toepassen. Tijdens solliciteren leer je jezelf beter presenteren, waardoor je misschien net die baan krijgt die je leuk lijkt. Je leert gewoon om alle goede en leuke dingen die je in dit traject geleerd hebt, later in je eigen leven toe te passen en te gebruiken. Baby, when I kiss your hair, I feel electricity in the air. Of de mannen mij leuker vinden? Nou, weet je, daar krijg ik eigenlijk niet zo heel veel van mee. Ik focus me op mijn werk, samen met mijn moeder, met mijn vader. Ik focus me op het werk in de winkel. En ik focus me dan ook vooral op de misverkiezing. En niet wat de mannen van me vinden. Ik laat ze gewoon lopen.